Als we kijken naar de perfecte wijn- en spijspairing, dus de gastronomie en de foodpairing, is het belangrijk dat we letten op drie belangrijke dingen. Als eerste is het smaakgehalte. Hoe hard staat het volume? Hoe hoog is het smaakgehalte? De verticale lijn. Als tweede kijken we naar het smaaktype. Is dit fris of is dit rijp? Voorbeelden van frisse tonen, groene appel, citrus. Als we kijken naar rijp, chocolade, banaan, mango of boter. En de derde is van de drie de belangrijkste, dat is het mondgevoel. Hoe komt dit samen in de mond? Is het filmend, wanneer er een laagje in je mond wordt gecreëerd? Of strak, wanneer je mond strak trekt? Hier moet je ook de wijn op aansluiten. Neem nou als voorbeeld dit heerlijke stukje gegaarde kip. Ik drink daar graag een glaasje volle, vettige Chardonnay bij. Maar dat is persoonlijk gebonden. Want je kan hier ook superleuk uit de voeten met een lichte Pinot Noir. Wanneer er een beetje structuur in de mond komt. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen persoonlijke smaak. Dus de combinaties zijn oneindig. Ga er lekker mee aan de slag.